Fatality. Yo, kijkers van Fatality Gaming NL. Vandaag ga ik jullie leren hoe je een greenscreen kan maken. Nou, zoals je ziet, ik sta hier voor een greenscreen. Als ik even zo doe, dan zie je dat dit een greenscreen is. En vandaag ga ik jullie leren hoe je dit precies kan bouwen. Ik heb hier nog een greenscreen, maar dan een professionelere manier. Daar is een 360 greenscreen. En dit is een kleine greenscreen. Maar dan hier kan je, dit is echt voor portretten. Maar laten we dan maar gauw beginnen met het kijken van hoe je een greenscreen maakt. Nou, allereerst, je klikt op documenten. Daarna, je gaat naar procent, app, data, procent, enter, punt Minecraft. En je zoekt of je downloadt een resource pack die je niet nodig hebt. Nou, ik heb Simple as Dead hier, 1.3 heb ik niet nodig. Dus daar klik ik op. Ik druk op Assets, Minecraft, Textures, Column Map, Blocks. Ga je naar binnen, ga je naar beneden en dan klik je op Wool Color Lined. Dan opent zich hier dit bestandje en hier zie je hoe dat wol eruit ziet. Dan klik je hier op Openen, Paint. Dan opent die Paint. Dan als het goed is, kan je hem hier links kan je hem zien. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien. Hier links heb je het blokje. Daar kan ik niet nog meer groter maken. Daarna pak je een goede kleur. Nou, daar is gewoon één kleur die je zelf kan kiezen. Dan kies je die kleur daar. Dan zetten we hem op het emmertje. En dan gaan wij de hele blok dezelfde kleur maken. Zoals je ziet, is het blok nu helemaal dezelfde kleur. Dan ga je naar bestand, opslaan als. Dan ga je hierboven weer naar punt Minecraft, resource packs. Kijk, hier kunnen we hem deze keer niet vinden. Dus dan pakken we even een andere, dat maakt niet uit. Dus Containment Survival 2. Assets, Minecraft, Textures, Blocks. Ga je naar beneden. Dan pak je Wool Colored Lime. Dan doe je opslaan. Ja, vervangen. Als je wil dat je het oude blok houdt, moet je hem even ergens opslaan. Maar ik hoef dat niet, dus klik op ja. En oké. En nu is hij aangepast. Dus als ik nu terug ga naar Minecraft. Je ziet dat het hier nu al begonnen is met regenen. En ik ga naar die texture pack. Dat is deze. Die weg. Dan. En dan zie je hier dat die groen is. Dus dan gaan we weer naar binnen. En dan zie je dat we een groene muur hebben. Nou, als je je groene blok hebt, dan moet je ervoor zorgen dat er genoeg licht is. Daarom heb ik hierboven allemaal licht geplaatst. En hier de achterwand helemaal. En hieronder en hieronder. Dus zorg ervoor dat je genoeg licht hebt. Want als je dat niet hebt, dan krijg je die schaduwen in de hoeken. Krijg je dan een speciale kleur als je hem edit. Dus als je dat hebt opgenomen en je hebt zo je foto, ga je naar een goed edit programma. Ik gebruik de Movie Studio Platinum 13. Zoals je hier ziet. En dan pakken wij een plaatje van de greenscreen. Dit is een plaatje van de greenscreen. Die maken we lang. En dan zie je hier de greenscreen. Daarna add media. En dan pakken wij nog een plaatje. Nou, laten we dan maar deze keer pakken. En die plaatsen we eronder. Daarna ga je naar Video Effects, Chroma Keyer. En licht er dan aan welke achtergrond je hebt. Je kan ook een blauwe, een zwarte of een rode achtergrond krijgen. Maar ik gebruik groen. Dan pak je Green Screen. Die zet je erop.
En dan komt het echte greenscreen effect. Daarna haal je de kip even weg. En dan duw je hier op show mask only. En dan moet je ervoor zorgen dat alles wat voor het greenscreen staat zo wit mogelijk moet worden. En alles erachter zo zwart mogelijk. Dus we doen even dit. En daarna dit. Je ziet nu al dat hij... Kijk. Zoals je ziet. Zo. Kijk, kunnen we dat poppetje nog witter maken? Nee, dit is het allerwitste. Blur, dat is zeg maar om gewoon de lijntjes eromheen te houden. Als je dat weg doet, dan zit er ongeveer geen lijn omheen. Dus nu is het greenscreen effect klaar. Zetten we er een kip achter. En dan heb je een Minecraft poppetje. Druk je hierop. En dan kan je hem zo verschuiven. Dus dan heb je een Minecraft poppetje in je greenscreen of bij je filmpje. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Als je het leuk vond, laat dan een blauw duimpje achter. En dan zeg ik like, reageer en abonneer. Laters.